Oh shit! De geheime kamer is geopend. Yo YouTube, wij zijn hier met van... Ik ben Harry Potter. Holy shit! Wow, amazing. Let's go! Hey, vandaag voor de allereerste keer in een hele lange tijd nog eens een video. Ja, eigenlijk gewoon zo'n video waar je op record drukt en eigenlijk zelf niet weet wat de fuck je gaat doen. Maar oké, het is me al een paar keer gelukt om zo'n video awesome te maken. Ook al is het echt al 10 jaar geleden dat ik dit nog heb gedaan. We doen het gewoon nog een keer! En voor we dat doen, doe ik even mijn jas af van holy shit, het is fucking warm. Dus let's go. Eigenlijk is het niet warm, maar wit is gewoon mooi en wit is cool op... Stop. Vanavond ga ik livestreamen, dus het is vandaag dinsdag kutdag. En dinsdagavond livestream, vanavond livestream. Ja, normaal om 8 uur, denk ik, of zo. Oké. Voor het zeker een like op deze video, 2500 likes zou fucking awesome zijn. Sport liggen iets minder, omdat het school is en zo. Dus een zeker duimpje omhoog. Ik denk wel dat jullie 2500 likes kunnen knallen. Maar dit is SpongeBob, en ik zou denken, jongens, ja, zeggen, jongens, ja, let's go. Er is wel een coole fanmail met een Loom Band eraan geplakt. Thanks voor de Loom Band. Ah! Shit! Fuck! Ah, oh, Johnny Bravo. Dus een Loom Band, dank u. Ja, you. Hey, yo YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we zeveren en bullshit vertellen en geen ene fuck doen. Maar oké, het wordt wel awesome, denk ik. Hoop ik. Ben het eigenlijk echt niet zeker. Ik weet echt niet wat ik ga doen. Oké, we gaan gewoon beginnen met iets dat altijd werkt. Ik ga kort jullie vertellen wat er vandaag allemaal is gebeurd in mijn leven. Ik ging naar school. Wow! Ik kwam aan op school. Te laat. Op de een of andere manier kom ik altijd te laat. Ik weet zelf niet hoe het komt, maar ik kom altijd te laat. Alsof de tijd fucking snel gaat als ik naar school aan het fietsen ben. Ik kom altijd te laat en dan kom ik binnen en moet ik me gaan melden en dan moet ik nablijven. Ja! Ik kreeg vandaag een toets terug en ik had 28 op 40. Let's go! Het was voor micro, macro, economie en ik kan je zeggen, dat is echt een pittig moeilijk vak! Voor de rest was het een hele taaie dag. Het was slecht weer en het heeft veel geregend. We hebben de zon niet veel gezien, dus je moest zeker geen zonnecrème op je gezicht smeren. Dat moest zeker niet. Maar ik doe het nu toch, want... Ja. Zou ik bruin kunnen worden van die softbox? Ja, dan gaan we zien aan het einde van deze video als ik ineens veranderd ben in een neger. Dan weten jullie hoe het komt. Ook heb ik hier een geheimzinnige brillendoos. Oh my god! Oh my god, ik was dit ding al zo lang kwijt. Oh my god. Dit is de Matrix bril. Oh my god, ik heb de Matrix zonnebril teruggevonden. Fucking awesome. Nu heb ik 2 awesome zonnebrillen. Fucking nice! Oké. Yes, there we go. This is a very nice cool sunglass. Yeah. Hier hebben we een passer en die is jammer genoeg kapot. If you wanna be een echte tovenaar, is het eerste wat je nodig hebt, een toverstaf. Oh my god, guys, we got this around the corner, guys. Yeah, we got it, guys. We got it. Ik hoop dat mijn buren niet thuis zijn. Zij wel thuis. Ze haten me. Ik ben vanmiddag ook gaan eten met mijn oma en opa. Dat was leuk. Yes. Oké. How about a big cup of shut the fuck up? En dan heb ik nog 4 uur les gehad op school en dat was fucked up. En guess what, in de middag was ik opnieuw te laat op school. Let's go! Ook heb ik weer een shitload of huiswerk gekregen. Waardoor ik dan thuis kom en eigenlijk mijn computer wil aansteken. Maar dat expres niet doe, omdat ik anders nooit huiswerk ga maken. Wow, check hoe cool die panorama is van mijn kamer. Oh my god, fucking awesome. Why won't you lamp with me? Voordat ik een softbox had, was dit de belichting voor al mijn video's. Wat een baaslamp. Shoutout naar deze kleine kutlamp. Het was eigenlijk gewoon een goede lamp, maar oké. Jammer genoeg is hij nu kapot, omdat hij is ontploft of zo. Maar ja, ik snap mijn leven nog altijd niet, maar hij is gewoon kapot. Hij werkt niet meer, hij is kapot. Ja, en ja, nee, Er is een tijd geweest op YouTube dat ik, ja, eigenlijk gewoon in mijn leven, dat ik heel veel bezeten was met kaarten. En ik deed dan allemaal van die stomme kaarttrucjes. En eigenlijk, ja, ik was gewoon echt een beginner en ik sukte er echt in. Maar ik kon wel één iets, en dat was dit. Oh my god. Waarom doe ik toch altijd zo domme dingen? Waarom? Blijkbaar kan ik dus eigenlijk niks meer met mijn kaarten. En suk ik er gewoon echt fucking hard in. Ik heb hier ook random batterijen voor Xbox controllers. Terwijl ik niet eens de Xbox controller heb. Awesome. En ik ben Ace en ik zou zeggen bedankt om te kijken naar deze rauwe kut video gemaakt van pepersaus en bearnaise saus. Ja, joh.